Mijn naam is Hugo Heijmans, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde. En vanavond wil ik namens het Emma Kinderziekenhuis en al zijn patiëntjes uw steun vragen voor onze nieuwe intensive care. U weet het, Emma Kinderziekenhuis behandelt de meest zieke kinderen in Noord-Holland en omgeving. En soms zijn die kinderen zo levensbedreigend ziek dat ze op een kinderintensive care moeten worden opgenomen. Nou zijn we de afgelopen jaren er steeds beter in geworden om die kinderen in leven te houden. Maar u kunt zich voorstellen, je maakt wat mee op zo'n intensive care. 24 uur, 7 dagen in de week, non-stop. En soms is het voor kinderen en ouders iets wat ze hun leven lang bij zich dragen. Nou bouwen we een nieuw kinderziekenhuis. En we willen een nieuwe intensive care. Die niet alleen alle toptechnologie bevat, maar eigenlijk ook de omstandigheden creëert waarop je zo goed mogelijk door zo'n opname heen kan komen. Dus een top intensive care, maar elk kind een eigen kamer. Een intensive care met in elke kamer ook een mogelijkheid voor een ouder om bij zijn kind te kunnen blijven. En eigenlijk een intensive care die bedacht is voor de toekomst van kinderen en hun ouders. Nou, u begrijpt, dat is iets wat voor de overheid buitengewoon moeilijk is te financieren, zeker in deze omstandigheden. En daar hebben we juist uw hulp voor nodig. Dus ik hoop vanavond dat u een spetterende avond zult hebben, maar dat u niet vergeet dat u eigenlijk bent gekomen om het Emma beter te maken. Vast heel hartelijk bedankt.